Het personeel van de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, heeft vandaag spontaan het werk neergelegd. De directie heeft de actievoerders met behulp van de politie van het terrein verwijderd. Zij kregen vanmiddag een brief van de directie dat zij zijn geschorst. De reden tot het beraad is dat het personeel van de directie zou hebben begrepen dat er voor dit jaar geen salariscorrectie meer zal worden gegeven. Dit in tegenstelling tot de overeenkomst die de bond en directie eerder dit jaar hebben bereikt om tegen eind oktober weer om de tafel te gaan. Bondsvoorzitter Lloyd Reed stoort zich aan directeur Michel Amafo, die op eigen gezag het personeel heeft meegedeeld dat er geen salariscorrectie meer komt voor dit jaar, terwijl er geen afstemming is gepleegd met de bond. Nochtans gelooft bondsvoorzitter Reed in een goede partnerschap met de directie van de MAS. Partnerschap betekent dat je alles, zeker dit soort personele aangelegenheden, met elkaar afstemt. Het kan nooit zo zijn dat eenzijdig de zaken worden meegedeeld aan de werknemers. En ik denk dat is niet goed voor de relatie. Er is een overeenkomst. En de bond die zegt, luister, daar is die overeenkomst. Maar ik ben willing op basis van zaken die er zijn aangebracht, om toch wel te kijken wat binnen de mogelijkheden kan. Ja. Zonder erop te staan dat die overeenkomst conform de afspraken moet worden uitgevoerd. Dus dat is, en dan terwijl je bezig bent, wij zijn bezig, eind oktober zouden we bij elkaar komen, ja. Dat is niet gebeurd. En dus wij zouden als bond toch wel ergens deze week vragen aan de directie, zeggen, hé, wat gebeurt er? En in die tussentijd is er een vergadering geweest, wat ik begrepen heb met de mensen, waarin de mensen ronduit gezegd heeft, er is niets, dus je hoeft op niets te rekenen. Okay. En ik denk dat dat zo'n beetje geculmineerd heeft tot dit punt. Aldus Lloyd Reed, bondsvoorzitter bij de MAS, in een telefonisch interview met Radio SRS. Reed was bij de aanvang van deze nieuwsuitzending niet bereikbaar voor commentaar. MAS-directeur Amafo bevestigt dat de werknemers die een wilde actie voerden zijn geschorst. Behalve dat zij na aandringen van de directie weigerden het werk te hervatten, werd de orde ook danig verstoord, zegt Amafo. Met behulp van de politie zijn de actievoerders toen het van het MAS-terrein verwijderd. Amafo geeft verder aan dat het niet aan de directie ligt dat delen van het personeel ontevreden zijn. Na de toekenning van een loonsverhoging in januari is de afspraak met de bond gemaakt dat partijen tegen eind oktober weer om de tafel komen om na te gaan hoe het salaris wederom kan worden aangepast. De MAS-directeur ontkent echter dat hij het personeel zou hebben medegedeeld dat er geen salariscorrectie meer komt voor dit jaar. Wat er volgens Amafo speelt, is dat de bond conform de afspraak nooit contact heeft opgenomen met de directie om de CAO af te ronden. Amafo gelooft dat de medewerkers door het werk neer te leggen Reed onder druk wilden zetten om de afspraak met de MAS-directie na te komen. De bondsleden konden hem namelijk niet bereiken. Hij verzekert tenslotte dat het haven- en loodswezen geen stagnatie ondervindt door de wilde actie. Het bedrijf heeft een continuïteitsplan dat onmiddellijk in werking is gesteld. Dit verzekert MAS-directeur Michel Amafo.